Waarom moeten wij een dorp maken? Ik ben alleen ook sterk. Hier komt geen kerk, zeg ik. Een kerkhof kunnen ze krijgen. Meer niet. Beste mensen, welkom. Wij zijn hier in CC Den Bosuil in Jezusijk, waar wij zo dadelijk een streaming gaan doen. Eigenlijk een soort van making-of die we gaan tonen van het muziektheaterstuk How to Kid dat Mandolin Man samen met Jeroen Leenaerts en Matthijs Bertel van Ansatz der Machine in elkaar hebben gestoken. Ik heb het boek moeten lezen, toen ik in mijn vijfde middelbaar zat. En ik herinner mij wel, want het was natuurlijk zo in de oudere Vlaamse traditie, wij moesten ook Felix Timmermans lezen en zo, dat houd ik iets van Walschap, dat dat wel zo... Ja, die boek is sowieso bijgebleven. En dat was ook zo het eerste boek dat wij lazen, waar dat er echt ook zo... Ik klink nu heel oud, maar waar dat er echt ook zo... Ja, de iets pikantere details naar boven kwamen en het vrije in de velden en dergelijke. En dat is mij altijd wel bijgebleven. Dus ik was super, super geprikkeld als er gezegd werd dat er daar een stuk van moest gemaakt worden. En anderzijds, wat mij ook geprikkeld heeft, zeker tijdens het schrijven, is de muziek, of toch zo de aanzetten van de muziek die ik gekregen heb. Ik heb eigenlijk het grootste deel van de tekst geschreven, terwijl de muziek op in mijn bureau, eigenlijk mijn bureauruimte, constant eigenlijk in een soort loop opstond, zodat ik ook mee in de sfeer kwam. Steden en dorpen worden meestal gesticht omdat de grond dat goed is en een slimme boer daar zijn stee zet. Of omdat er een belangrijk leger en kampement is en je kunt van daar deel omliggende streek zien. Of omdat God u gezegd heeft dat die lap grond voor u is. Bij ons, op Debs, begon het met een verdwaalde koei. Een koppige koei. En Lien, een boerentrien, haar koei achterna. Debsie. Ik weet dat Jeroen had gezegd van, ik wil heel graag die verschillende personages spelen en ik weet al hoe dat ik die ga spelen. En,
En hij heeft bijvoorbeeld de stem van Houtekiet was er voordat er eender welke andere stem was. Dus ik wist al van, oké, ik ga wel de personages ook stem geven, eerder dan gewoon een soort van verteller te creëren. En ja, ik ben het boek eigenlijk blijven herlezen. Dus eerst herlezen dat 2, 3, 4 keren voordat je begint te schrijven. En terwijl ik aan het schrijven ben, herlees nog eens. En ik heb wat heiligschennis is voor veel mensen die een boek hebben. Ik heb daar met fluo-stift en met potlood in zitten tekenen. En dingen zitten aanduiden. En bepaalde zinnen gewoon ook al op papier gezet. Die rechtstreeks uit het boek komen. En ik dacht van, ja, dat zijn superschoon zinnen. Zet jij Houtekiet? Ik geloof het niet. Houtekiet heeft meer baard dan gezicht. Die wurgt, die krapt je keel uit en deze ziet er zo niet uit. Eerder een grote lachende bronzen bohemer. Ik geloof het niet. Zeg je Houtekiet? Zijn hand. Zijn grote hand, bekam een schub. Pakte niet meer van tussen mijn benen. En zijn andere hand, een tweede schub, houdt me tegen. Maar toch niet echt. Ik trek niet, ik duw niet. Ik geef niet de kracht die ik anders geef wanneer de onnozelaar op de boerderij zijn poten naar mij uitsteekt. Hij drinkt er niet meer half leeg. De melk gutst in zijn schone baard. Merci, Mieke. Een Vlaamse klassieker. Niet de meest evidente keuze, denk ik, maar daarom juist wel een mooi gegeven. Ook omdat er in dat boek veel verschillende mooie personages naar voren komen die heel veel spelgelegenheid bieden om die gestalte te geven. Voilà, en ja, goesting is eigenlijk de belangrijkste reden. Bon, ik ben niet weg, Pazik. Ik was het toch muug van mijn buik hier te moeten wegsteken. Te verstoppen wat daar groeit. Bon, hij heft zijn hand. Maar zijn hand is even traag, lijkt zijn verstand. En lijkt zijn zaad aan zijn kinderen te zien. Ze werpen niet alleen maar dooi kalveren en scheelotters. En in mij groeit er een sterke Houtekieter. Zijn hand is te traag. En ik trek zijn zweep met één greep uit zijn boerenkraaienpoten. Hij kijkt verschoten, ik draai me om en ik ben weg. De kamer uit, de nof op, de nof af, naar het veld, het water en naar Deps. De maan staat recht voor mij. Achter mij hoor ik hun bakkes vallen op de koude klinkers van de boerderij. Nog nooit hield een gevallen boerentrien zo trots en waardig het erfje gezien. Ik loop over het plankje, over het water, Deps in. Zonder koei deze keer, maar mijn kind in mijn buik. Ik moet hem zien. Ik moet hem tonen. Ik moet hem hebben, hij moet het zien. En dan is het aan hem. Mij uitlachen, uitschelden, afranselen, afmaken, achterlaken. Wat hij wil en niet al de rest. En ik zie hem zitten in het gras. Hij kijkt naar mij en had een buik. Alsof een deem mijn vel kan zien. En had hem het niet gekund en mij opengesneden. Ik had gezegd, doe maar Jan, kijk maar. Ik ken de buik zijn van hem. In zijn ogen lees ik. Hij gaat me terugsleuren bij mijn haar naar het brugske. Jan, het maakt me niet uit of dat je mij doodstampt of verdrinkt, maar wil je niet eerst het kind zien? Als je het kind gezien hebt, kun je er nog altijd voor kiezen om ons alle twee. Is dat te veel gevraagd? Slacht een koe ook als ze vol kalf zit? Of zelfs met de kermis en als er geen vlees is? Maar er is een zeug en ze zit vol biggen. Dan ga je die toch niet afmaken, hè Jan? In zijn ogen lees ik zachtigheid. En verschoten. Dat had hem niet verwacht. Verschoten dat er zachtigheid ging zitten. Zijn handen glijden over mijn bolle buik
Hij snapt er zelf niks van. En de volgende dag begint hem te bouwen aan een hut. Recht op een bergske grond. Dat net ietsjes boller staat dan de rest. Lijkt met een buik. Er zijn veel personages in het boek, inderdaad. En, er zijn... en ik heb het ook echt met aandacht gelezen van hoe stel ik me Lien voor, hoe stel ik me Lisa voor, Nart. En ik heb wel bij elk personage een beeld in mijn hoofd of een karakter in mijn hoofd. Het zijn wel allemaal heel duidelijke karakters. Maar ik vind niet dat je die altijd moet afbeelden. Bijvoorbeeld bij Nart, baard, eigenlijk zie je die niet. Je ziet beweging, je ziet een pet, je ziet iets, maar je ziet niet zijn gezicht. Ik weet goed, in mijn hoofd heeft hij een gezicht, maar hij staat er niet op. Het moeilijkste was... de makkelijkste was Durlemo, die heb ik dan wel afgebeeld. Dat die heel duidelijk was. De moeilijkste was Houtekiet. Omdat dat zo'n mythisch figuur is. Omdat dat zo'n... In het boek zelf al, dat is zo'n krachtbom en die straalt rust uit, maar dan ook weer energie. En eigenlijk wordt hij in het boek al bijna groter. Hij wordt al larger than life in het boek. Dus hoe ziet zo'n man eruit? Die dat door het dorp struint en alle vrouwen vallen zo wat in bosjes neer en alle man wil hem zijn. En, hoe ziet zo iemand eruit? Dat is moeilijk. Heeft Houtekiet het verstaan? Nunt heeft Iphigenie Durlemo het verstaan? Geen kat verstaat het. Maar van heel de geschiedenis dat ik jullie vertel, is er één ding dat zo vast staat, dat niet los kan. Die twee hebben mekander lief gehad met een passie, wat je schrik van krijgt. Een grond vol gruwel, een grond vol moord, een grond vol nijd en jaloersement. Maar ook een grond vol deze. En naast de stichting van een gehucht en de moord op een boswachter lijkt dit misschien een fait divers, maar je gaat zien dat deze, de ontmoeting van die twee, van Debs een dorp heeft gemokt. De personages vormgeven is altijd een proces dat bij de ene al wat langer duurt dan bij de andere. Bij sommigen, zoals Iphigenie, die heeft een Franstale, die is van Franse komaf, dus die heeft sowieso een Frans accent. Maar hoe dat dan ingevuld wordt en welke kleur dat je die mensen meegeeft, dat is iets dat zichzelf openbaart doorheen het proces van tekst leren en eerst het doorlopen. Dus dat is iets dat heel organisch groeit. Maar dat... Ja, ik zeg het, dat is iets dat zichzelf opdringt of zo. Het is niet dat je die... Dat ontstaat altijd, terwijl dat je bezig bent. En dat is het leuke eraan ook gewoon. Ja. Waar het paard van Attila had getrapt, groeide geen gras meer. Waar naar baard zijn voet zette, schoot een zaak op. Bij ons in de camp, hè. Steek 10 diep en je het zand. Maar hier steekt er 2. Dat is -8. En je het klei. Vruchtbare klei. Maar heel Debs omspitten, dat gaat niet. Nog geen 100 jaar. Maar als je er biersten op zet en bemest, dan haal je het beste uit je grond. Kiksjes, geloof me.
Kiksjes, ik breng je er mee met mijn kar en eten voor de vogeltjes. Vertrouw me maar. Ik geef Ellie grond vleugels. Het is misschien raar dat ik jullie zo in stukken en broeken vertel, maar geschiedenis, zo heb ik me laten zeggen door iemand die er iets van kent, geschiedenis, dat gaat niet van dag op dag. Daar zit soms al eens een week of twee of zelfs een jaar intussen. En de volgorde, hoewel voor de mierenneuker misschien belangrijk, is hier van minder belang. Houd ik iets vogel met Lien, houd ik iets vogel met Lisa, met nog een paar anderen, en naar het baard brengt vogels. De volgorde is hier dus niet echt van doen, maar... Wat wel in tijd moet gezegd worden, is dat 4 maanden na de passie van Houtekiet voor Iphigenie, de Franse Durlemont vanuit zijn kamerraam Debs wakker roept. Molenaar! Molenaar! Door het raam en uit de deur! Mon cœur, een vaderhart, ligt gebroken door la rue! Door die ploeg de parvenu. Mijn Iphigenie, het enige wat nog blinkt op mijn blazoen, eruit geschoten. En houd ik iedereen, niet in de grande bataille, maar in een abras in de schuur. Ons armen, mijn armen rond het geweer. Hier op Debs voer ik strijd, avec les forces van een andere tijd. Au revoir, les victeurs, dynastie et honneur, of de nieuwe mens en de nieuwe tijd. Aux armes, mijn armen rond het geweer. Hier op Debs voer ik strijd avec les forces van een andere tijd. Au revoir, les victeurs, des principes et des valeurs, of de veelwijverij langs de achterdeur. Ons armen, mijn armen rond het geweer. Hier op Debs voer ik strijd avec les forces van een andere tijd. Ik heb niks gezien, Jan. Ik heb niks gezien. Ik ook niet. Heb je dat niet gezien? Ze hebben het allemaal gezien. Hoe houdt ik hier de Fransoos het licht uit zijn ogen schoot terug naar God in Frankrijk? Ze hebben het allemaal gezien. Zij ook? Zij ook? Maar ze zeggen het niet. Er komt een dag dat een vrouw, dat elke vrouw, een man boven haar vader kiest. En bij haar was dat die een dag. Aan een begrip antwoorden, denk ik. De samenwerking met hem is fantastisch. Hij heeft die een tekst op relatief korte tijd, heeft hij daar een ongelooflijke analyse gemaakt van dat boek. En dat heel beknopt weergegeven in die verschillende karakters, dus door verschillende stemmen naar voren te brengen. Heeft hij in een prachtig Nederlands, in een prachtige taal, heeft hij... Ja, is fantastisch. Ik kan er niks anders over zeggen. Eerst kwam Lisa, maar aan haar hand Joep Joppe met zijn waterhoofd.
En dan de gebroeders Dobbelaren, Benoy en Door Dobbelaren. En ook nog een hut voor een beer, die houten kiet van een zigeuner had gekocht. Allemaal kwamen ze naar hier, naar de vrije grond van Debs, waar dat op de grond kost vrij en geen pacht betalen. Pioniers die ploeterden op de kluit Debs. En houten kiet gaf hun elke plekje. Hier mogen bouwen, hier mogen ploegen, hier gaat het mij niet amateren en hier ga ik mij amuseren. Want elke vrouw, van wie dat ook is, proeft die aan de scher. Op Debs is dat schering. Op Debs is dat inslag. Die taal van walschap... God, dat is zo... smakelijk en krachtig en rauw. En je hebt zo de hele tweespalt tussen... Ik denk dat walschap daar ook mee heeft geworsteld eigenlijk. Het kerkelijke, het burgerlijke. Je moet zo je leven leiden. En dan die rauwheid van die natuurlijkheid van houten kiet. En uiteindelijk waar dat iedereen in Debs een beetje voor kiest. Dat is... Het was wel echt de bedoeling dat de tekeningen ook die rauwheid en die zouden kunnen weerspiegelen.